rollende roofdier. Wanneer in de regen en skaten en bij mij kan het amuseren. Wat ik ouders zou willen tonen is dat ik gewoon niet bang moet zijn van de regen. Ik heb een paar dingetjes letten en voor de rest gewoon doen, gewoon skaten, max. Het gevaarlijkste dat je kunt tegenkomen is zo'n dun laagje mos. Je ziet het bijna niet, maar zo, als de tegels wat groenig zijn, dan weet je, regenvaarlijk. Kijk, heb je gezien? Fucking shit, kut. Ik had het best als je boven dekt, ik ga je droog kunnen skaten, dat je zo nat als iets. Dat is mos, hè. Ga je een keer een spoor tonen van mos, dan zonder snelheid gewoon 10 meter aan een stuk kunt rollen. Ongelooflijk. Pakt 6 meter. Als het bestaat, bedoel, als je het nog nooit gedaan hebt, lijkt skaten in de regen vrij gevaarlijk. Misschien had het al één keer gedaan en was het één keer te veel dat het vrij glad lag en voelde niet op je gemak. Maar de keer dat het gewoon zit, is het echt niet zo moeilijk en niet zo gevaarlijk. Gewoon rustig opbouwen, voelen dat in de grond reageert op je skates en je skates op de grond. En dan ga je wel een techniek hebben om gewoon veilig door de regen te skaten. We gaan veel meer plezier hebben in onze verte regenachtige wintermaanden. Het is plezant eigenlijk aan nat asfalt dat je daar nog redelijk veilig je slides op kunt oefenen. Een van de moeilijkste en tegelijkertijd meest plezante slides om te leren is de Magic Slide. En het is vooral moeilijk om dat evenwicht tussen je beide voeten te vinden en niet weg te glijden, geen onbedoelde split te doen enzovoort. Maar een van de beste plekken om dat te oefenen is gewoon een stukje asfalt dat heel geleidelijk naar beneden gaat en dat nat is. En wat hebben we hier? Yes indeed. Een stukje asfalt dat heel geleidelijk naar beneden gaat en kletsnat is. Dus wat ga ik doen? De Magic Slide oefenen. Ik weet het, ik ben er nog niet, maar ik denk dat ik de basics al min of meer heb. Het begint te leuken. Een tip voor de Magic Slide die denk ik bij de meeste mensen werkt, is eerst de Power Slide aanleren. En sommigen zeggen eerst de Soul Slide. En die twee dan te combineren. Ik zelf ben vertrokken van de Power Slide. Dus één voet vooruit en uw andere voet, uw achterste voet, die rolt gewoon. En het is zo die agressieve beweging dat u uw lijf draait 90 graden, dat u ook moet doen. Maar in plaats van uw achterste voet te laten rollen, moet hij slepen. Magic Slide. Ik ben juist gewoon uit beeld ben geslaaid. Godverdomme. Het enige nadeel aan skaten in de regen is dat er zo godverdomme regendruppeltjes aan mijn lens blijven plakken. Fuck that, mate. Wat gaat het doen? Gaat het zijn dat ik alleen maar in de zon mag filmen? Oeh, 6
Kijk, ziet hier, hout we normaal gezien, frisse vuist en een vurt metaalrooster. Dat hout is levensgevaarlijk. Als het poeder droog is, vrees ervan. Maar als het nat is, check dit. Ik moet zelfs bijna geen druk zetten. Hè. En mijn voet glijdt zo hard weg. Zelfs gewoon op mijn center edges. Dat is levensgevaarlijk. Als je hier rechtdoor rolt, savan nog en vanaf nog maar een millimeter opzij gaat, draait, heb geschuift weg, valt en zit dood. Maar dat rooster, super ambetant. Echt, werkelijk. Wie had er dat heeft uitgevonden, metalen roosters, ze moesten dan veel dan ophalen. Miljarden, joh. We moeten daarover geraken, dat is echt vrij simpel. Gewoon erover rollen, dat gaat niet. Over zo'n rooster te rijden, zo'n rooster, moet je eerst een aanloop nemen en dan al je gewicht op de heel van je achterste voet zetten. Niet je gewicht verdelen, al je gewicht op de niel van uw achterste voet. Uw voorste voet gebruikt voor uw evenwicht en om een beetje te sturen, maar zet er eigenlijk geen gewicht op. Uw achterste voet, daar zit al uw gewicht op. En als je me niet gelooft, ik ga het je bewijzen. Ik ga daar gewoon in één trok over racen. Check this. Voilà, ik heb het u gezegd, hè? Is het niet waar misschien? Ik ging eroverheen en één trok. Laat mij weten in de comments wat je vond van deze nieuwe stijl video. Vind je het plezant? Vind je dat vloggen oké? Wat vind je van beeld? Ik vind beeld persoonlijk superwijs. Kan zijn dat hij zegt, Tim, trek echt op niets. Stop daarmee jongen, blijf bij je Insta360 camera's. Een action cam, dat is van het verleden, dat heeft afgedaan. Laat het mij gewoon niet. Blijf rollen gasten. Yo.